In deze film laten wij u zien hoe u eenvoudig een leuk assortiment speldkoeken maakt. Speld is supergezond. Na speldbrood zien we speld ook steeds meer terugkomen in banketproducten. We beginnen met het afwegen van de Bakel speldbanketmix, de boter en het ei. We mengen dit met de deeghaak tot een homogeen deeg. Vervolgens plaatsen we het deeg in de koelkast en laten dit circa een uurtje opstijven. Ondertussen maken we een tweede deeg met de toevoeging van wat speculaaskruiden en herhalen de voorgaande stappen. Als het deeg stevig genoeg is, werken we het even door en rollen we het uit op 5 mm dikte. Het deeg leggen we op de werkbank en snijden we in twee gelijke stukken. Vervolgens rollen we een plak niet afgeslapte spijs uit op 3 mm dikte. Beide plakken snijden we af op 30 cm. Vervolgens bestrijken we één van de twee deegplakken met ei en leggen de spijsplak er bovenop. We rollen het geheel op tot een pil met een diameter van circa 8 cm. De deegplak die nog over is, bestrijken we met wat ei en bestrooien we met bakvaste chocolade. Ook deze plak rollen we op tot een pil met een diameter van 8 cm. De pillen plaatsen we in de koelkast. Als de pillen stevig genoeg zijn, snijden we met een zaagmes plakjes van circa 1 cm. We bakken de koeken circa 15 minuten in een oven van 180 graden Celsius. Met als resultaat overheerlijke speld banketkoeken. Eet smakelijk!